Leuk dat je weer kijkt, deel 2 inmiddels. Andere vissen in de bol gedaan. Ook om aan te duiden hoe moeilijk het is om keuzes te maken en waar je dus voor de toekomst op moet letten. Ik heb hier in het boltje Goshiki en Kowaku zitten. Nou, kijk rustig even naar het boltje. Neem eens voor jezelf op wat zijn de Kowaku's en wat zijn de Goshiki's. Nou, heel simpel. Dat zullen jullie allemaal hebben gezien. Dit is Kwaku. Ja. En dit is natuurlijk Koshiki, het grezige. Maar, dit is ook Koshiki. En, dit is ook Koshiki. Dit is wel een kwakel. Ja, dit is wel een kwakel. Dus ik heb 2 kwakels en de rest Goshiki. Als je in het vorige filmpje hebt gekeken, dan hebben we het gehad over hardheid van water, wat dat doet met kleurstimulatie. Je ziet hierin dus 2 kwakels en de rest Goshiki's. Je ziet een aantal, drietal donkere Goshiki's. 1, 2, 3. Daar zou het grijs, eigenlijk 4. Als je die nou naar buiten inzet, wordt dat grijze dek wordt heel erg donker. Bijna al direct bij het zwart aan af. En dat is op zich nog niet zo erg. Sumi, ja, Sumi Goshiki. Echter, wat je wil is dat het rood, wat erop ligt, dat dat niet vervuild wordt. Dus op het moment dat daar nu ook al wat meer pigment in zit, krijg je zo'n hagelslag eroverheen. Ja. Bij deze vissen zul je dus zeggen, nou, of je moet zorgen dat het hardheid van het water wat lager is. Iets meer kleurvoer geven aan, waardoor het rood iets sterker wordt. Waardoor je de shimmy spots in het rood misschien wat minder goed ziet. Echter, je kunt beter kiezen voor een lichtere Goshiki, zoals deze. Want daar is het rood veel sterker in, veel schoner en veel strakker. En bij deze ook. En die eigenlijk ook wel. Om te zorgen die vissen rustig te laten groeien. Daar komt straks de verhouding van het rood en het grijs veel beter uit. Want een Goshiki is ook eigenlijk 5-kleurige vis. Dus je moet ook zoeken naar 5 kleuren in zo'n vis. Ja? En niet zorgen dat het zwart of het sumi eigenlijk het overhand neemt. Nou, en als je dan de 2 kwakus bekijkt, heb je weer 2 kleurtonen van een kwaku. Oranje, rood en rood. Nou is de kleinste waarschijnlijk een mannetje. Omdat daar over het algemeen kleur gewoon sterker van is als bij een wat grotere vis. In dezelfde leeftijd. Maar dat zegt nog niet zo gek veel. Het patroon is wat mooier, het stappatroon is wat sterker en zou ook wat meer mensen aanspreken. Moet wel zeggen, bij deze kweker die gebruikt Kwaku voor de Goshiki bloedlijn en voor de Goromo bloedlijn. Dus kans dat daar hier en daar een sumi spotje opkomt is aanwezig. Je kunt ook zien dat de oogring is rood en is niet wit. En bij echte Kwaku is dat helemaal wit, een zuivere bloedlijn, dat hebben ze niet. De andere heeft dat ook weer 1 oogring, allebei wat gekleurd. Het koetje binnen, dus het rode lipje, het rood loopt helemaal door. Dit is wat meer oranje rood en dat is wat rooier. En dat heeft ook weer met lichaamslengte te maken, het uitgetrokken van het pigment. Dus op het moment dat de vis goed groeit, zeg maar, wordt de kleur wat lichter, wordt dus zachter. En naarmate de vis zeg maar, weer in de groei terugkomt, zeg maar, of stilstaat in de groei, heb het benie kan weer de kans krijgen om bij te trekken. Nou, dat zie je bij deze kleine op de schouderpartij ook al wel. Als je hier naar de schouder kijkt, is het hier lichter, wat gelig, geelrooi als bovenop. En dat heeft puur te maken met ontwikkeling en kleur. De groei, zeg maar, dat de pigmentcellen uit elkaar trekken, waardoor dus het dikte van de kleur terugloopt. En voor deze vis is dus gewoon het advies, zo licht mogelijk kopen met zo schoon mogelijk rood. Wat een Goshiki het mooiste. En dat kun je heel veel beïnvloeden. Wat ik net al zei. Oesterschelpen en hardheid van water. Maar de basis moet goed zijn. Het moet in de vis zitten. Op het moment dat je deze vis neemt. Kun je heel veel gaan sturen met het water. Alleen het visje is wat rommelig. Zit al wat meer zwart op het rood. Dus dat verlies je gewoon. Dus ja, van die Goshiki zou mij persoonlijk deze kleine. Spreek me daar wat meer aan.
Ja, uiteraard deze lichten. Die twee lichten.